Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten houden rekening met 100.000 tot 240.000 coronadoden. Nog 4 weken blijven alle maatregelen van kracht. Dus de scholen, cafés en restaurants blijven gesloten. Kappers, schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld. En ook samenkomsten blijven verboden. In het zuiden, in Italië, Spanje en Portugal zijn ze woedend op Nederland. Vanaf maandag zijn er volgens minister De Jonge veel meer testen op het coronavirus. Vandaag de 8e podcast in de serie Een 1-2'tje met Yves, ondernemen in tijden van corona. Ik ga zo meteen bellen met Rochelle Peetom. Zij is de zeer charmante CEO van Rob Peetom Kappers. Maar voordat ik dat ga doen, kijk ik nog even terug op het gesprek wat ik gisteren had met Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Die zou plaatsvinden op 3 mei op Zandvoort. Alle raceliefhebbers die verheugden daar zich enorm op. Er waren geloof ik meer dan 300.000 kaartjes verkocht. Alleen dat gaat niet door. Daar heeft Jan Lammers, vond ik, erg relativerend, rustig en realistisch op gereageerd. Dat deed hij in eerste instantie bij de NOS, bij Studio Sport. Maar ook gisteren in de podcast, heel professioneel, heel sociaal ook. Van ja, weet je, er zijn wel belangrijke dingen in het leven dan ons druk maken over rondjes rijden op het circuit in Zandvoort. Ik had ook een beetje het vermoeden, maar dat is dan een heel persoonlijk vermoeden, dat hij het volgens mij best prettig zou vinden als de Grand Prix-organisatie zou beslissen om dit jaar gewoon helemaal af te schrijven en gewoon vooruitkijken naar vorig jaar. Dat geeft dan toch een vorm van duidelijkheid, maar dat kan hij natuurlijk niet uitspreken, want er zijn zulke grote belangen gekoppeld aan het hele F1-circus, dat geld vaak een factor is waardoor je enorm moet oppassen wat je wel en wat je niet kan zeggen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik mis het wel een beetje, dat geluid van de racemonsters. Dus ik hoop wel zelf dat volgend jaar allemaal gaat plaatsvinden. En dat we kunnen gaan genieten van een enorme oranje zee. Met Max Verstappen als de centrale factor in het geheel. We weten het niet. En ik wens uiteraard Jan en de hele team die er ongelooflijk hard voor heeft gewerkt heel veel succes. En ik ga nu bellen met Rochelle Peetom. Zij is de dochter van Rob Peetom. Ze komt uit een gezin van nog 2 broers en haar zus Savannah. Die is verantwoordelijk voor de zaak in New York. Rochelle toevalligerwijs vorig jaar aangetreden als CEO. Op 16 april. Dus eigenlijk had dit jaar haar eerste gloriejaar moeten worden. Alleen ze is een hele donkere droom terechtgekomen. Nieuw, denk ik, voor haar. Een crisis als deze. Nieuw ook, denk ik, voor de kappersbranche. Ja, en ik ben benieuwd hoe het gaat met haarzelf, maar ook met de zaak. En ook met de zaak in New York. En ook in Bali zitten ze ook. Hoe wordt er in Bali hierover gedacht? Dus ik ga nu even bellen met Rochelle. Hallo, met Rochelle. Ja, Rochelle, je spreekt met Yves. Hallo, goedenavond. Ja, het is al avond inderdaad. Ja, even een andere reden waarom ik je bel. Want vorig jaar was jij nog onze stralende schoonheid. Coverstar. Ja, ik wil wel zeggen schoonheid. Ik denk niet dat we ooit zo'n mooie gezicht hebben gehad. Ja, samen met je zus en met je vader. Ja, en vorig jaar een hele was mooie ook jurk. In een hele mooie jurk, inderdaad. En ja, vorig jaar was ook het jaar, denk ik, voor jou heel bijzonder. Je werd de CEO. Hè? Door je vader kreeg je het stokje op een groot feest overhandigd als de nieuwe CEO van jullie mooie bedrijf. En nu dit. Ja. Hoe voel je je? Hoe voel ik me? In principe best oké. Ik zeg ook vaak tegen mensen, dit is precies de soort werkzaamheden waar ik voor ben geboren. Dus dat is wel goed. En ik denk dat je leeft vooral heel erg in het nu. Normaliter, zowel privé als zakelijk, leef ik 3 maanden vooruit. Maar nu, weet je, leef ik maximaal 3 dagen vooruit. En dat is wel hoe het er nu bij staat. En ik denk ook, ik kan het een beetje vergelijken ook met als ik op een hele lange business trip ga. En ik zit 12 uur in een vliegtuig.
Dan zet ik mijn verstand op nul en dan ga ik gewoon, weet je, je gaat niet lopen tellen hoe lang duurt het nog. En dat is in dit geval met deze corona situation ook niet van hoe lang duurt het nog. We hebben allemaal geen idee, dus je moet gewoon verstand op nul en door blijven gaan. Hmm. En zo voel ik me dus. Ja, en de omvang van jullie bedrijf, hoe groot is dat, de Rob Petom keten? Ja, wij zijn een family business, gestart door mijn vader Rob Petom in 1969, dus 50 jaar geleden. Hmm. We zijn voornamelijk een kappersorganisatie, gevestigd in Nederland. We hebben 11 salons in Nederland, 3 salons in Bali en 1 in New York, dus in totaal 15. Hmm. De meeste van onze salons zijn partnerships, dus wij blijven middendeels eigenaars van het geheel. We zijn geen franchise-organisatie, dat denken sommige mensen. Dat vind ik fijner, want zo kunnen we de kwaliteit bewaken. Wij hebben wereldwijd ongeveer 400 medewerkers. Net ja, onder de 20 miljoen omzet. Dat is de winstmarge in een kappersorganisatie is sowieso ja, niet de hoogste. Dus we in principe groeien we ook organic, langzaam en gecontroleerd, zodat we de kwaliteit kunnen bewaken. En zodat we vooral groeien met ons eigen vermogen. En, ja, ja. Want en dan komt een crisis. Ja. En dan wat voor winstmarges ongeveer is er in de kapsalons? Ja, een gezonde, echt een goede, sterke winstmarge zou maximaal op 20 zitten. Maar je komt vaak ook wel dicht bij de 10. En in Amerika is het natuurlijk al helemaal anders. Want daar is de kappersbranche een beetje verpest. Want je hebt heel veel commission structures. Ja. En daar zitten goede vrienden van ons, die hebben kapperszaken in Chicago. En die zitten op tussen 2-4% winst. Dat is natuurlijk laag. Dus Rob, mijn vader, heeft ook altijd tegen mijn broers gezegd, ik kan beter iets anders gaan doen. Want in de kapperswereld kan je niet echt veel geld verdienen. Maar wat wij doen... Hebben ze wel naar klaar. Want jouw broers is Alexander en Roger, hè? Ja, dus Roger heeft Morgan & Mays en Republiek van Spit, Brudemer, allerlei horecazaken in Nederland. Oh, dat wist ik niet eens. Dat zijn mooie zaken. Zeg. Ja, super mooie zaken. Heel populair en dat gaat heel goed, behalve nu natuurlijk. Dat is een beetje ook een ramp voor hem. Jezus, ja. En hij had net natuurlijk zijn Republiek geopend een paar maanden terug of een maand geleden of zo. En dat ging heel, heel goed, heel populair. Maar ja, nu meteen weer dicht na best een grote investering van een prachtige tent. Ja. En dus dat is ook lastig voor hem. En mijn andere broer Alexander, die is wel partner bij ons in Amsterdam. Die runt 2 van onze grootste, mooiste winkels. Mm. Dus hij heeft niet naar pa geluisterd, maar hij heeft het wel naar zijn zin. Maar ja, was dat nog een battle? Alexander of Rochelle, die zeg maar de CEO zou worden? Of ging dat automatisch? Nee, zeker geen battle. Het is natuurlijk, hij heeft een hele andere rol dan ik. Mijn zusje ook, Savannah, die is natuurlijk partner en manager in New York. Ja. En hun zijn vooral veel aanwezig op de werkvloer. Dus hun zijn heel goed met de klanten, met de stylisten. Echt de spirit van Rob Petom op de werkvloer. En ik ben veel beter in de strategie, de visie en echt achter een bureau veel dingen uitwerken. En dat is gewoon niet voor hun weggelegd en dat zouden ze ook niet willen. Ja, ja. Nee, dus jouw vader heeft zeg maar gekeken wie is de meest strategische van de 3? Ja, wat ik soms wel tegen mensen zeg is dat in plaats van dat het aan me is overgedragen, heb ik het zelf overgenomen. Zo zie ik het. Mooi. En toen kwam dus jij denkt dit wordt een heel mooi jaar. Je bent CEO geworden, je hebt het allemaal voorbereid. Het moment is daar en dan kom je in een crisis als dit terecht. Hoe heb jij dat... wanneer kwam het moment dat je besefte dat je al je mensen naar huis moest sturen? Nou ja, sowieso zou ik zeggen dat sinds ik CEO ben geworden ongeveer een jaar geleden, hebben we echt veel gedaan, veel bereikt ook. Het gehele managementteam is vernieuwd. Veel nieuwe processen, nieuwe projecten, veel geïnvesteerd in marketing initiatieven. Dus we hebben echt heel veel gedaan het afgelopen jaar. Ook de academie hebben we helemaal geherstructureerd. Educatie helemaal vernieuwd. Dus we hebben echt uren gedraaid en we zijn daar heel trots op. En dit jaar begon ik en dacht ik van oké, New Year's Resolutions. Het wordt denk ik, hoop ik, een jaar van balans. Want je zegt natuurlijk, je hoort vaak dat mensen zeggen, vooral als je in een leadership positie zit, dan zegt mensen van
let wel op jezelf en zorg dat je rust krijgt en doe niet te veel uren. En ik dacht dit jaar, ja, mensen hebben gelijk. De uren die ik heb gedraaid de afgelopen paar jaar, dat is niet haalbaar om je hele leven te blijven doen. Dat is ook niet leuk. Je moet ook een beetje van het leven kunnen genieten. Ja. Dus ik dacht, ik heb nu allerlei goede, sterke mensen op alle afdelingen. En dit jaar ga ik echt mijn CEO-rol vullen zoals die hoort te zijn. In plaats van dat ik me echt in het dagelijkse ga bemoeien met wat er in alle afdelingen gebeurt. En dan krijg je een crisis. En dan is alles weer helemaal vanaf het begin heel, ja, gewoon helemaal gereset, helemaal anders. Het hele jaar, voor de komende jaar of twee jaar, is alles opnieuw ingedeeld. En echt, er is heel veel werk aan de winkel. The sky is the limit, wat je allemaal kan doen. En het is echt crisis management. En elke dag is anders, dus het is emotioneel ook best wel draining. Het is, je hebt geen stabiliteit erin zitten. Nee. Wij zijn nu sinds een week dicht. Ja. En inderdaad, wat jij net vroeg, van werd het echt een crisis voor jullie? Dat je echt ging realiseren dat het impact ging geven bij ons. En ja, begin maart begon je wel vooral in Nederland de onrust te merken. Mm. Op een gegeven moment, twee weken geleden, zijn er een aantal kapsalons vrijwillig gesloten. Vooral op advies van onze kappersbond Anko, omdat na de persconferentie van Rutte, eigenlijk voor de persconferentie van Rutte, had de Anko, onze kappersbond, had een advies uitgebracht voor de hele kappersbranche en gezegd, weet je, als wij 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar en iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven en zo maar door, ja, dat gaat gewoon niet als kappersorganisatie en kappers die kunnen gewoon geen afstand houden van hun klant. Dus in hoeverre is het dan mogelijk om nog open te blijven? Alleen hebben wij dat advies, ik dacht op de maandag toen dat advies uitkwam, dat wij ook dicht zouden gaan de dinsdag. Alleen toen kwam 's avonds de persconferentie van Rutte, waar hij in zei dat we groepsimmuniteit moesten opbouwen, dat het virus toch moest gaan verspreiden. En dat in principe de kappersbranche werd nog wel gezegd, met de juiste hygiëne en voorzorgmaatregelen, ja, dat wij gewoon open zouden kunnen blijven. Ja, dat was een beetje verwarrend. Aan de ene kant, er was veel applaus voor die persconferentie en het was heel presidentieel. Ja. Maar dat onderdeel van die groepsimmuniteit, dat heb ik zelf tot op de dag van vandaag niet helemaal precies begrepen. Maar nee. Volgens mij meerdere met mij. Exact. Ik denk dat we allemaal een beetje in een onzekere situatie zitten. En je doet het beste wat je denkt dat het beste is. Maar heel duidelijk, weet je, al zouden we graag willen dat het voor de overheid ook heel duidelijk is, het is voor hun meest waarschijnlijk ook totaal niet duidelijk. En ze doen het beste wat ze kunnen. Ja. En toen, dus op het moment, dus jullie bleven nog open. Maar dan komt er een moment dat jullie beslissen, we gaan nu dicht. Ja. Omdat ik me ook kan voorstellen dat je stylisten en je kappers misschien een beetje nerveus worden. Sommige klanten vinden het eng. Hoe ging dat? Hoe heb je die beslissing kenbaar gemaakt? Ja, dus de eerste week sowieso heb ik, zodra de persconferentie van Rutte over was, heb ik contact gehad, een videoconference call met al onze partners. Om te horen, want je weet je, als je zo'n beslissing gaat maken, moet je wel al je stakeholders in overweging hebben genomen. Dus zowel onze partners, ook onze stylisten en de klanten, wat hun er allemaal van vonden. Tegelijkertijd heb ik andere collega's uit de branche gesproken, slimme ondernemers die bijvoorbeeld, weet je, Kinky en Hizzy Hair aan het runnen zijn. Gekeken naar andere sectoren zoals in de horeca en scholen, wat gebeurt daar? Ook kijken naar andere landen. In Italië, ik heb 10 jaar in Spanje gewoond, daar ben ik opgegroeid. Ik ken genoeg mensen daar, ook in de kappersbranche, maar ook in de US hebben we genoeg vrienden om te kijken van wat gebeurt er bij jullie en wat zijn de stappen die jullie aan het ondernemen zijn. En dan met al die dingen op zak ga je dan een beslissing maken gebaseerd op kennis en niet op gevoel. Ja. Alleen het lastige is wel dat inderdaad niet al je partners staan dan. They don't all agree with you. Niet al je partners staan aan jouw kant van de beslissing, maar de meeste wel. En inderdaad wat jij zegt, de stylisten die staan, als je beslist om open te blijven, dan staan die zeer zeker met een dubbel gevoel op de werkvloer. Tuurlijk. En dat is best lastig om te managen.
Maar goed, hoe heb je die beslissing toen kenbaar gemaakt? Hoe doe je dat, zoiets? Ja, wat wij hebben een hele actieve community intern op Instagram. Ja, dat is een soort WhatsApp groep voor, maar dan op Instagram. Ja, exact. Het is een gesloten account waar al onze medewerkers, en we hebben veel jonge medewerkers, dus die hebben allemaal Instagram en die volgen ons. En het werkt wel, omdat het eigenlijk een beetje hetzelfde als ik denk wat wij in Nederland hebben. We zitten allemaal te wachten op de persconferentie van Rutte, morgen bijvoorbeeld. En hetzelfde gebeurt bij ons op Instagram nu. Is dat alle medewerkers... Ik moet wel bij zeggen dat wij bij dit gesprek eigenlijk opnemen net voor de persconferentie van Rutte. Oh, really? Dat is natuurlijk wel waar. Dus we moeten maar speculeren wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat hij gewoon gaat zeggen dat de maatregelen blijven. En de enige vraag is of het wordt verlengd met 2 weken of een maand. Dat denk ik, hoor. Maar goed. Ja. Dat is moeilijk om te speculeren. Wij proberen ook inderdaad beslissingen te maken. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Maar dat weet je gewoon niet. Dus dat is ook wat wij zijn nu tot op vandaag. Wordt er nog gezegd dat wij 6 april weer open gaan. Ja. Over een week. Ja. Het lijkt me stug, inderdaad. Maar dat betekent niet, dat is weer op gevoel, kan je niet gaan een plan gaan maken. Je moet ready zijn voor het geval dat er misschien een 360 degrees turn komt. En je moet toch open die 6 april. Je moet daar wel ready voor zijn en niet gaan denken van, oh, we hebben nog een maand of 2, weet je. Ja, nee, je moet continu ready zijn. Ja, nee, dat is buitengewoon moeilijk. Kijk, en jij hebt wel, want ik ken ook genoeg kapperszaken waar zeg maar kappers op ZZP-basis werken. Maar bij jou zijn ze allemaal in dienst. Ja, exact. Ja, en dus daardoor is het wel wat rustiger waarschijnlijk ook bij die mensen. Dat ze toch nog hun baan kunnen behouden op de een of andere manier. Zeker, ja, zeker. En dat hebben wij echt dagelijks. Heb ik video, stories opgenomen op Instagram om aan alle medewerkers uit te leggen welke subsidies waar we mee bezig zijn, waar we wel of niet in aanmerking mee komen, wat dat betekent voor hun. En ik heb heel veel privé e-mailtjes gekregen van stylisten die ons bedankten als management zijnde voor het zo transparant en open communiceren van wat er gaande was en waar wij mee bezig waren. En dat is wel fijn voor hun, want inderdaad, hun zitten nu thuis, maar wel. Wat ik ook mooi vind, is dat veel stylisten constant zeggen dat ze eigenlijk niet thuis willen zitten. Ze houden van hun vak en ze willen zo snel mogelijk weer aan het werk. En daardoor zie je wel dat ze ook juist mee willen helpen, mee willen denken in van alles en nog wat. Ja, nee, maar ik denk dat je dat goed doet door zo transparant te communiceren en precies ook te vertellen wat er gaande is. Ja. Dat geeft toch een bepaald groepsgevoel. Ja. En op het moment dat jullie dicht zijn gegaan, hè, betekent dat dan voor jullie ook 100% omzetverlies? Of heb je nog een online winkel waar je shampoo kan bestellen? Nee, helaas niet. I wish. We waren wel bezig met een nieuwe website en een webshop en online cursussen verkopen en dat soort leuke projecten. Die hebben we nu natuurlijk op stop gezet omdat we in crisis management zitten. Ja. Wij inderdaad, als onze omzet, als wij dicht zijn, hebben we gewoon 0 omzet. We zijn open, de salons. Ik zeg steeds tegen iedereen, de salons zijn open voor business, maar niet voor services. Dus klanten kunnen nog wel naar de salons komen of een bestelling plaatsen om hun kleurkits op te halen, zodat ze zelf thuis hun uitgroei bijvoorbeeld kunnen bijhouden. Ja. Dus dagelijks van 10 tot 2 en sowieso zijn de telefoonlijnen open van 10 tot 5 om boekingen te maken. De salons, de partners zelf met kleine teams, die zijn dagelijks aanwezig en die gaan de keuken schilderen, de kastjes opruimen, de stok take opnieuw doen, alles afstoppen. Weet je, het is wel even een moment om alles weer helemaal scherp neer te zetten. Dus dat is ook wel. Ja, maar op een gegeven moment, ik had laatst Ron Blauw, de podcast, die zei ik rij nog elke keer op mijn fiets langs alle zaken en dan ga ik even binnen kijken of de koelvries cellen doet en doe ik hem aan en uit. Maar ja, op een gegeven moment zegt hij... Niks veranderd. Ja, heb ik dat natuurlijk ook wel gehad. Hè. Dus dat is ook wel dat ondernemen. Je bent zo trots ook op je zaak. Je wil het eigenlijk ook niet geloven dat het allemaal gaande is. Dus feitelijk zou normaal gesproken krijg je dan 90% vergoed van je personeelskosten. Ja. Omdat je 100% omzetverlies hebt. Ja, exact. Ja. Dus dat geeft in ieder geval een beetje rust. Want hoe lang zouden jullie dit
kunnen uithouden zonder dat je, zeg maar, je liquiditeiten dusdanig worden aangetast dat je gewoon de banken of andere kanalen moet gaan inschakelen? Hoe lang kan je zoiets volhouden? Wij zijn best een gezond bedrijf. Wij maken echt goede omzet en daar kunnen wij heel trots op zijn. Alleen, de huur blijft natuurlijk gaan en de kosten blijven natuurlijk lopen. Al word je tegemoetgekomen in je salariskosten, zijn de kosten van onze salons wel dusdanig zo hoog dat we een maand of twee kunnen volhouden, maar niet langer dan dat. Ja. En dan heb je nu natuurlijk wel in principe de credit lines die je kan aanvragen bij de banken waar ze makkelijker mee omgaan. Hopelijk, inderdaad. Ja. Daar zijn we nu deze week wel alvast de preparations voor aan het doen. Mm-hmm. En we hebben het afgelopen jaar natuurlijk best wel veel geïnvesteerd in onze marketing, merknaam, Celebration, 50 jaar bestaan. Dus de buffer die we normaliter hebben is nu net even iets minder cushiony dan normaal. Ja. We komen hier zeer zeker doorheen, want wat je wel merkt, en dat is ook wel weer de mentaliteit van mijn vader, die staat hier positief in. Die zegt sowieso dat in 2008, toen de financial crisis er was, dat de kapperszaken, al is het de kappersbranche, al is het geen primaire behoefte voor de mens, gaan mensen toch andere keuzes maken, zoals minder uit eten, minder shoppen, minder op vakantie, maar ze gaan toch naar de kapper. En dat is wel iets bijzonders. En daardoor weet ik in ieder geval uit de history dat als er een crisis is of komt, dan komen wij, zodra we weer open mogen, er gezond doorheen. Ja, dus maar dat is ook gezellig. En ook weer een beetje sociaal contact. Ik krijg tenminste nog wat te horen bij de kapper. Huh? Ja, exact. Dus daar varen wij op verder. Ja. We hopen gewoon dat we zo snel mogelijk weer open kunnen. En ik denk en ik hoop dat de overheid wel in overweging neemt het feit dat al zouden wij weken dicht zijn, dan gaan klanten toch vragen of stylisten via bij hun thuis kunnen komen knippen. En dat is minder hygiënisch en controleerbaar dan dat je je haar laat knippen of kleuren in een kapsalon. Ja, want ik denk dat je dat niet kan tegenhouden. Volgens mij gebeurt het zelfs al dat dat men toch de weg weet te vinden naar de kapser. Dat je zegt, kom maar lekker bij me thuis, want ik ben hartstikke gezond. Ja, maar je merkt wel dat stylisten juist bij ons aankomen van, wat moet ik tegen deze klant zeggen? Want ik vind het eigenlijk niet fijn. Ze willen, we hebben nu niet te maken gewoon met een normale crisis, maar met een virus die zich verspreidt. En mensen hebben wel geen zin om bij een stranger thuis te gaan knippen. Want wie weet is wie daar is geweest. En of ze wel of niet al hun deurknoppen hebben schoongemaakt. Nee, exact. Want wat is jullie beleid? Stel nou voor, je allerbeste klant die belt en die zegt, Rochelle, kom op, ik moet echt even geknipt worden. Het kan niet langer. Mag ik niet even na zessen komen? Doe je het licht uit? En het is een harde nee voor ons. Maar we gaan wel genoeg tutorials online zetten, zodat mensen, als ze echt niet anders kunnen, dat ze dat thuis zelf kunnen proberen. Heel veel mensen doen het. Ik las ergens dat de scharen een van de best verkochte artikelen zijn. Really? Bij bol.com en dat soort online winkels. Misschien gaat dat nog jullie schade, hè? De thuisknipper. Ja. Misschien wordt dat een nieuw fenomeen. Ja. Hey, en jouw vader, hè? Die zit nu op Bali, begreep ik. Hoe gaat het daar? Wat is de situatie op Bali? Ja, en dat is wel ook het interessante van het feit dat wij natuurlijk in drie verschillende landen zitten. Je merkt dat Bali bijvoorbeeld een stapje achter ons is. En wat ik daarmee bedoel is dat hun nu pas zich gaan realiseren wat er überhaupt gaande is. En dat bedrijven dichtgaan. En in Bali wordt iedereen gewoon echt ontslagen. En is er helemaal geen support voor de salarissen. Zoals dat wij dat hier hebben is... zijn we eigenlijk wel, ik ben heel dankbaar en kunnen we echt in onze handen knijpen als Nederlanders dat de overheid ons support en vooral de stylisten. Terwijl in New York bijvoorbeeld lopen ze vooruit. En wat ik daarmee bedoel is dat ze eerder dicht zijn gegaan en ook sneller echt een lockdown hebben gehad dan wij hier in Nederland. Maar ook daar geldt dat de medewerkers, they got fired and they are trying to get unemployment benefits. Maar de overheid komt niet de organisaties tegemoet. En dat is wel echt heel lastig. Dus gelukkig hebben wij merendeels van ons business in Nederland. En kunnen we hopelijk ook New York en Bali daaruit vanuit supporten.
Maar het wordt niet makkelijk wereldwijd voor de kappersbranche. Nee, want jouw zus Savannah, die runt New York. Hè? Ja. Hoe groot is jullie zaak in New York? De winkel daar is een van onze grootste flagship stores. 400 vierkante meter. Alleen het is natuurlijk wel echt een start-up. Dus het team is de helft van de maat van een van onze grote salons hier. Dus je hebt wel minder medewerkers, want je bent nog steeds echt in een start-up phase. Building the brand in the US en brand awareness. Mm. Maar alsnog, ja, het gaat niet makkelijk worden voor in ieder geval voor de New York en de Bali locaties. Want bijvoorbeeld in New York, hè, wat verschil tussen wat kost knippen in Nederland voor een man en wat kost het mij als ik me laat knippen bij jou in New York? Ja, voor een man beginnen we hier ongeveer op 39,40 is de instapprijs. En in New York is dat wel het dubbele. Maar dan iets minder dan dubbele. $70, $80. Maar de shampoo is hetzelfde. Ja, de shampoo is hetzelfde inderdaad. Ja, en het is gewoon duurder. Hey, en als je kijkt naar de situatie in New York. Hè, ik lees daar veel over. Best wel paniekberichten in de Nederlandse media. Ook op tv. Ja. Het beangstigt me eigenlijk wel een beetje wat ik daarover lees. Jij hebt, neem ik aan, iedere dag contact met Savannah? Ja, zeker. Savannah, onze salon is natuurlijk gevestigd in Brooklyn. Ja. Williamsburg, wat echt een hele leuke en veilige buurt ook is. Hele artistieke buurt. Ja. Savannah die zit nu al sinds een week of twee zit ze boven in North Upstate, New York, in een huis van vrienden. Maar ze is wel even teruggegaan naar de salon om even te checken. En ze zegt, wow, Rochelle, it's insane. Like, hoe uitgestorven de straten zijn. En dat je een soort van groepjes van misschien bendes of gangs. Ik weet niet of je het zo mag noemen. Maar ja, dat je bendes, wel groepen mensen op straat ziet samenkomen die je normaliter niet daar zou zien. En je hebt natuurlijk ook gezien of gelezen over de US dat mensen niet alleen toiletpaper als gekken aan het inkopen waren, maar ook guns. Ja. Dus ja, de gevolgen van dit crisis, ik weet niet of het alleen financieel is of ook een beetje gevaarlijk gaat worden. I don't know. Nee, ja, ik begreep dat in Amerika geloof ik meer dan 340 miljoen guns geregistreerd zijn. Crazy. Inwoners. Ja, dus dat kan uit de hand lopen. Ja. En New York wordt toch een beetje gezien als het Atlanta dan van Amerika. Ja. Is er paniek daar, hè? In de famous Big Apple? Merkt ze dat mensen toch wel een beetje aan het panikeren zijn, vergelijkbaar met 9-11? Nou, ik denk niet vergelijkbaar met 9-11. Maar mensen zijn nu nog wel allemaal rustig thuis. En ze houden zich zeg maar aan de regels. Savannah heeft ook een vriend van haar, Philip, die is dokter in een van de big hospitals. En hij zegt wel, maar dat hoor je natuurlijk zowel in Italië als in Nederland, dat het wel, it looks like a horror movie. Ja, ja. En het loopt daar wel iets meer uit de hand dan dat het hier op dit moment is. Ja, ja. En want daar heb je als burgemeester Cuomo, zie ik op tv, die spreekt elke dag de New Yorkers toe. Op zijn Amerikaans en weet je, straight strong en een beetje een soort motivation speeches. Hoe zien ze hem, die Cuomo? Ja, hij is wel zeg maar calm en informative en reassuring voor het publiek. Alleen voor ons in ieder geval, voor de kappersbranche, het lijkt wel alsof wij niet alleen in Nederland, maar eigenlijk ik denk wereldwijd en ook in New York een beetje over het hoofd gezien worden. En dat is natuurlijk niet reassuring voor ons, want ja, je maakt beslissingen. Wat bedoel je daarmee? Dat je zeg maar dat je over het hoofd wordt gezien? Ja, dat er dus geen subsidies of überhaupt uitspraken gedaan worden voor onze branche. Wat voor een tegemoetkoming wij zouden kunnen krijgen voor salarissen of wat dan ook. In Amerika bedoel je? In Amerika, ja. Dus ja, ja. En dat was in Nederland was dat voor één week ook hetzelfde hier in Nederland. Daarom zijn wij dus niet dicht gegaan, want er was geen... we were not assured the subsidies die je zou willen krijgen, bij wijze van spreken. Na een week, dus de laatste persconferentie, werd er wel echt duidelijk gezegd, de kapsalons van Nederland gaan ook dicht. Ja. En de subsidies werden daar inderdaad ook op uitgesproken hoe of wat.
Maar de eerste week niet. En in die fase zitten ze in de US nog steeds. Wij hebben vrienden in Chicago. Die hebben echt een miljoenenbedrijf. 10 keer zo groot als die van ons wat betreft kapperszaken en hair schools. En hun, ik was met hun aan het bellen, want we leren natuurlijk allemaal van elkaar. En hun zeggen ook, weet je, Rochelle, I don't know if we're going to survive this. It's a bad one. Ja, hè? Zo, ja. Heftig, hè? Dus wel echt heel dramatisch, ja. Ja. Hey, en als je dan kijkt naar de Nederlandse branche, van hoe groot is dat eigenlijk, die hele kappersindustrie? Heb jij daar cijfers van? Ik heb daar wel cijfers van gezien vorige week, want we hebben natuurlijk met Kappers United hebben we een manifest opgezet, waardoor we uiteindelijk wel hebben besloten om te sluiten, al had de overheid dat nog niet aangekondigd vorige week maandag. Dus we zijn wel met z'n velen, maar het exacte nummer weet ik niet uit mijn hoofd. Nee. Maar gelukkig hebben we wel echt hele goede, inspirerende ondernemers waar ik nauw contact mee heb, waardoor we gezamenlijk beslissingen maken voor de branche. Ja, het beste ook, denk ik. En dat is echt het beste. Je bent nu totaal geen competitor van elkaar. Je bent gewoon, je staat elkaar juist bij en je gaat gezamenlijk stappen maken wat beter is voor de branche in het algeheel. Ja, zoals het ook eigenlijk zou moeten, hè? Ja. Hey, en als jij kijkt naar het optreden van onze minister-president en het kabinet en de maatregelen, hoe kijk je daarna? Ja, ik vind persoonlijk het wel fijn. Ik denk dat Rutte ook inderdaad de rust bewaakt in Nederland. Ik vind dat ze de stappen mooi opbouwen, zodat het niet allemaal uit de hand loopt. En ik heb ook respect voor het feit, en dat ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe nuchter wij in Nederland zijn en dat we wel voor elkaar zorgen en dat we het ook serieus nemen. Dat de overheid wel zegt van, weet je, het is aan jullie dat je aan de regels houdt en dat je probeert 1,5 meter afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te zijn. En als we dat kunnen doen, dan hoeven we niet een lockdown. Want niemand zit te wachten op een lockdown. Zoals in Spanje bijvoorbeeld. Ja, exact. Mijn schoonmoeder die zit in Barcelona al 2 weken op slot. Ja. En dat moet ze moet dat nog 2 weken volhouden. En ja, daar word je echt niet blij van. Nee, zeker in Spanje niet. Hè? Want er zijn ook die huizen anders volgens mij. Ja, inderdaad. In Nederland vinden we het in principe wel fijn als mensen langslopen en je huiskamer binnen kunnen kijken en veel licht en dat soort dingen. Maar in Spanje zijn ze meer van alle gordijntjes dicht, alle luiken dicht. En ze zijn gewend juist om gezellige familie over de vloer te hebben. Een glaasje wijn, een tapaatje. Weet je, heel hele gezellige cultuur hebben ze. Maar nu is dat gewoon totaal uitgestorven. En ja, ik denk wel dat veel mensen, niet alleen in Spanje, maar wereldwijd, echt wel te maken gaan krijgen met een soort van onrustgevoel in hun eigen zijn. En ik weet niet of je het echt depressie wil gaan noemen, maar het gaat niet makkelijk worden. Nee. Hey, en als je kijkt naar zeg maar de rol van jouw vader. Want hoe oud is je vader, als ik het vragen mag? 75. 75 jaar jong. Ja, en die is nog gewoon aan het werk in Bali. Ja. Heb jij elke dag contact met hem? Ja, zeker. Elke dag contact met hem. En wat zijn de lessen die hij jou nu meegeeft? Nou, het fijnste wat hij zegt, he compares het natuurlijk naar de crisis van 2008. En hij zegt, wij komen hier gewoon gezond doorheen. En op dit moment, wat ik juist merk, is omdat hij heeft natuurlijk genoeg ervaring in zijn rugzak. En hij heeft al mijn hele leven allerlei lessen geleerd. Dus nu ben ik juist aan het functioneren op de manier dat hij me dat heeft geleerd. En ik heb op kantoor echt een heel sterk team zitten wat betreft finance, HR, marketing, communicatie. En gezamenlijk zijn we dit crisis management aan het doen. En wij informeren hem. Ik in een informele manier bel ik hem 's avonds of 's ochtends en informeer ik hem van onze volgende stappen. En hoe goed we bezig zijn met het informeren van zowel onze partners als al onze 400 employees. En tot op heden heeft hij daar niet zo heel veel opmerkingen op gehad. Hij vindt het, dat we het heel goed onder controle hebben en hij heeft er alle vertrouwen in. En daar krijg ik dan weer energie en passie van om morgen weer mijn best te doen. Ja, en hij is ook realist, hè? Want hij is ook iemand die ooit met eigenlijk niks is begonnen. Exact, ja. Denkt, hij zegt zelf altijd, weet je, ik heb een schaar, dus al gaat het allemaal failliet, dan heb ik nog steeds mijn schaar, kan ik nog steeds mijn brood verdienen. Ja, mooi. Dus
Dat zijn de echte ondernemers. Helaas kan ik niet knippen, dus ik moet dan iets anders gaan verzinnen. Nee, kan jij dat niet? Nee, is niet de hele familie. Nee? Nou ja. Ik hoorde maar wel trouwens dat jij heel goed kan zingen. Klopt dat? Ja, goed is natuurlijk weer de vraag, want ik laat het niet vaak aan mensen horen. Maar ik geniet er wel van en ik heb vroeger wel musicals en dat soort dingen gedaan. Ik denk dat ik best een mooie stem heb, maar dat is niet per se iets wat ik op podium wil gaan laten zien. Oh, ik denk dat je gaat... Meer voor eigen gebruik, zeg maar. Oké, nee, ik zou je maar niet vragen om nu te gaan zingen. Ik zou het wel graag willen, hoor. Hey, en als je nou... Ja, ik heb helemaal niet... Ik ga toch even vragen, want wat is jouw leeftijd? Ik ben 29. Ja, want je klinkt vrij ver al voor je 29ste. Als jij nou een advies zou mogen geven aan ondernemers, maar ook aan employees, hoe ze om moeten gaan met deze crisis. Wat is dan jouw gedachte en jouw advies? Ja, mijn gedachte voor een crisis, wat ik dus nu de laatste tijd echt heb gemerkt, is dat je moet vooral de uren erin stoppen. Want er valt zoveel te doen. The sky is the limit van alle dingen die je kan verzinnen of herinventen en herstructureren. En de clock is ticking. Dus je moet wel echt aan de slag. Dat is nummer één. Je kan niet thuis gaan zitten. En daar is een stukje positiviteit ook belangrijk. Dat je doorgaat en denkt van het komt goed. Want als je thuis gaat zitten en negatief doen, dan kom je nergens. Nee. Dus echt in solutions en oplossingen denken. Maar ik denk dat ook mijn advies is dat een oplossing gebaseerd op je eigen emotie is niet de juiste weg. Juist op kennis. En die kennis kan je uitbreiden door middel van goede mensen in je team te hebben. En zoals ik al zei, ik heb echt hele goede mensen op alle afdelingen zitten. Dus we hebben dagelijks, normaliter één keer in de twee weken, maar nu hebben we dagelijks een top management update, crisis management. Ja. En dan designen we de volgende stappen voor vandaag en morgen. Ja. En ik denk het allerbelangrijkste, en dat is wat ik al zei over mijn vader, weet je, veel ondernemers, they started with nothing and they can do that again. So, ja. Don't be scared of falling and just believe in how you started in the first place. En dan kom je er wel. Ja, dus niet bang zijn om te vallen, want opstaan is net zo leuk. Exact. Hey, en ik wou je nog iets vragen en dat ontschiet me nu eigenlijk. Heb jij al het zakelijke vaccin gevonden tegen het corona? Of? Nou, wat mij wel opvalt. En dat is wel een beetje de rode draad. En dat vind ik eigenlijk wel een heel goed verhaal. Is dat zowel de oldies, zeg maar, hè, die alle crisis hebben meegemaakt. En hele ketens hebben. En echt gehard zijn in alle vormen van de samenleving. Tot, ik zie jou dan even als de new kid in town. Mm-hmm. Ik hoop dat je dat met permissie... Tuurlijk, hartstikke leuk. Ja. Rustig blijven. Gewoon je ratio blijven gebruiken. Dat is wel iets wat ik bij iedereen terughoor. Gewoon niet emotioneel worden. Solidair zijn. Ja. Maar ook positief blijven. Dus het voorbeeld wat je net gaf van je vader. Ik heb toch nog altijd mijn schaar. Ja, dat merk ik wel bij veel ondernemers die ook met niks begonnen zijn en echt enorme companies hebben opgebouwd. Ja, oké, als je valt, nou, dan is dat maar zo. Je kan altijd weer opstaan. Dus, ik denk dat ze het stiekem ook wel een beetje leuk vinden. Tuurlijk is het vreselijk wat er gebeurt met veel mensen en de hele economie. Maar de werkzaamheden die erbij komen is wel waar ze inderdaad... Absoluut, het is ook spannend. Alleen als het je liquiditeiten aan... Je vertelde net het verhaal van je broer, hè, dat hij de nieuwe zaak heeft begonnen. Stel nou voor dat dat je enige ding is. Ja, en je hebt je nek in de schulden gestoken bij de bank. Nou, geloof mij, dan vind je dit niet leuk, hoor. Vreselijk. Dan word je echt helemaal knettergek. Ja. Dus, maar goed, ik ben ook wel redelijk positief. Ik zelf heb wel een gevoel, ik wil heel graag duidelijkheid van de overheid. En van mij mag het ook lange duidelijkheid zijn. En dan kan je in ieder geval weer gaan schakelen en weer gaan rebuilden, om het zo maar te noemen. Ja, dat is ook zo. Nou, ik hoop je weer eens op een gezelliger moment te spreken. Ja, ik ook. Ik vond dit ook best gezellig, hoor. Ja, nee, zo is het zo. En ik hoop dat jullie er ook snel weer uitkomen. En nu weet ik het weer. Ik zat dus net te denken, wat wou ik je nou vragen? Wat denk jij dat er nog gaat veranderen in jullie branche?
Ik denk dat niet alleen voor onze eigen branche, maar ook veel andere branches. Wat je ziet is dat de laatste paar jaar er heel veel freelancers zijn gekomen. Ja. En wat ik daarmee bedoel... Zeg maar de ZZP'ers. Is, hè? Dus ja, in Nederland ZZP'ers. Hebben we er al 1,3 miljoen. Ja, en ook je hebt natuurlijk veel in de fashion-industrie heb je veel influencers. En ja. Die reizen de hele wereld rond en alles kan en alles mag en alles moet. Ja. En ik weet niet of dat het beste voorbeeld is voor de jongere generatie. Want die vinden gewoon een office job zoals die van mij, vinden ze saai. Ja, en dat is niet waar ze naar aspireren. Ze aspireren juist om alles gratis te kunnen krijgen en de wereld te kunnen rondreizen. Ik denk dat daar best wel een grote verandering in gaat komen. Dat vooral de lower level, zeg maar de kleine spelers vanuit de ZZP's, dat die gewoon een normale baan moeten gaan vinden. En dat is dan weer gewoon een reality check voor iedereen. Ik denk dat dat ook wel weer goed is. Ja, dat is niet ongezond. Want ik bedoel, als je kijkt naar, zeg maar, dat is dan de millennials. Ja. Ja, die denken echt dat alles maar kan en mogelijk is. En je gunt het niemand, maar soms is een crisis ook wel weer goed. It has its silver lining and its opportunities if you look for them. Heel goed. Oké, nou. Heel veel succes. Blijf gezond. Ja, dat doen we zeker. Ja, ik zou jou eerlijk zeggen, ik denk dus... Ik was ruim een maand geleden ongelooflijk ziek geworden... na een bezoek aan Ajax tegen Getafe. Nou, jij was gewoon case zero in Nederland. Nee, toen was het al. Gelukkig. Nee, dat wil je niet zijn, case zero. Nee. Maar ik ben 4 dagen zo onwaarschijnlijk ziek geweest. Alleen ik had geen keelpijn. En ik had niet echt hele specifieke longproblemen. Alleen ik had nog nooit 39,8 graden. En pijn ook overal. Dus jij mag gewoon de straat op dan. Ik hoop het, maar ik moet eerst de test proberen te doen. Nou. Ja. Oké. Tot snel. Fijne avond en tot snel. Dankjewel.